Welkom bij mijn eerste vlog over het eiland van Schalkwijk. Mijn naam is Hilde de Groot en ik ben wethouder buitengebied van de gemeente Houten. Ik maak deze vlog omdat ik zoveel mogelijk mensen die wonen, werken of recreëren op het eiland van Schalkwijk wil bijpraten over alle ontwikkelingen. Deze eerste vlog gaat over het onderzoek naar woningbouwbehoeften, de ruimtelijke regels op het eiland en twee projecten. Want de vraag naar woningen is groot, dat is duidelijk. Naast mij staan Ben en Jolanda van der Werf. Zij zijn van de initiatiefgroep Betaalbaar Wonen in Schalkwijk. Kunnen jullie kort vertellen wat jullie doel is? Ja, wij maken ons zorgen over de ontwikkelingen op de woningmarkt en specifiek in Schalkwijk. Wij zien dat er veel woningen in de planning staan, maar dat zijn veelal erg dure woningen. En de doelgroep waar wij voor staan, dat zijn starters, jonge gezinnen en senioren, die komen voor deze dure woningen gewoon niet in aanmerking. Het gevolg is dat veel jonge mensen wegtrekken uit Schalkwijk en dat komt de leefbaarheid van het dorp niet ten goede. Vanuit deze zorg hebben wij allerlei acties in gang gezet, waaronder een petitie opstarten. Om onze vraag aan het college betaalbare woningen in Schalkwijk voor starters, jonge gezinnen en senioren op een zo kort mogelijk termijn, om dat kracht bij te zetten. Die petitie is maar liefst 514 keer ondertekend. Dat vind ik heel wat voor een dorpje van 2000 inwoners. Ik wil u deze graag overhandigen, mits u hem wilt aanvaarden. En daar doen we ook nog een lekker stukje Schalkwijkse kaas bij. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. We zijn het denk ik eens. Betaalbare woningen voor jongeren die in het dorp willen blijven wonen, maar ook voor ouderen die kleiner willen wonen, is ontzettend belangrijk. Het is heel fijn dat jullie je daarvoor in willen zetten. Ik ben blij al een concreet project te kunnen benoemen. In Tull en 't Waal ronden we nu de Kerkenbogert af. Dit is een woningbouwproject met een heel aantal betaalbare woningen. En dat sluit prima aan bij deze oproep. Blijf vooral kijken. Ik vertel straks meer over wat de gemeente al doet en wat we nog meer kunnen doen om betaalbare woningbouw te stimuleren. Ik vertel meer over de gesprekken met Viveste en ook over de stand van zaken van het woningbouwproject aan de Lage Dijk. Maar ik begin met het uitleggen van drie belangrijke regels op het eiland. Dit zijn regels die gelden voor het bouwen van woningen. Regel nummer 1 is de rode contour. De rode contour is een denkbeeldige lijn die de provincie heeft getrokken tussen de bebouwde kom en het buitengebied. Binnen de rode contour mag de gemeente een vergunning geven voor nieuwbouw. Daarbuiten mag je niet zomaar bouwen. Een project wat binnen de rode contour ligt is Wikkegaard. Er zijn twee uitzonderingen. Regel nummer 2 is de experimenteerregeling. Het gaat dan om plannen voor landbouw, recreatie of waterhuishouding. Die plannen mogen deels bekostigd worden met woningbouw. Een voorbeeld van de experimenteerregeling is het project aan de Lekdijk 28 en de Kaaidijk. Regel nummer 3 is de zogenaamde ruimte voor ruimteregeling. Dat betekent dat als je stallen of schuren sloopt en daarmee verharding wegneemt van het eiland, je in ruil daarvoor een huis mag terugbouwen. Ik snap heel goed dat deze regels best moeilijk te begrijpen zijn en ook wel moeilijk te onthouden. Daarom hebben we een animatievideo gemaakt. En daar kun je zien hoe wij plannen beoordelen. Dus ik zou tegen alle initiatiefnemers willen zeggen, ga hem vooral kijken. We willen graag weten aan welke woningen er behoefte is. Dus welke doelgroepen en welke prijskategorie. Daarom gaan we een woningbehoefteonderzoek doen. En dit onderzoek pakken we op samen met inwoners. En we nemen dan ook direct de vraag naar zorgwoningen mee. We hebben ook gesproken met de woningbouwcoöperatie Viveste over sociale huur op het eiland van Schalkwijk. Zij geven aan dat er weinig vraag lijkt te zijn naar sociale huur. Als er uit het onderzoek blijkt dat die vraag er wel is, dan heeft Viveste aangegeven dat ze zeker wil meedenken of dit te realiseren is.
Als je nou vraagt, wat kan de gemeente nog meer doen om betaalbare woningen te stimuleren? Dan kunnen wij bijvoorbeeld van een initiatiefnemer eisen dat er minimaal 30% betaalbare woningen worden gebouwd. Een mooi project dat ik kan noemen is de woningbouw aan de Lage Dijk nummer 1. Oorspronkelijk zaten in het plan 16 wat duurdere woningen. We hebben de initiatiefnemer gevraagd of er ook een aantal betaalbare woningen tussen zouden kunnen. Ook de inwoners hebben daarom gevraagd. Maar er is goed nieuws. Er worden 3 woningen omgezet naar betaalbare appartementen voor jongeren en ouderen. De appartementencomplexen worden iets breder, maar de nokhoogte blijft hetzelfde als de woningen eromheen. Het gaat om 2 lagen en een kap. We zijn er heel erg blij mee en ook de klankbordgroep Droom van Schalkwijk is positief. Overigens is dit een project uit de experimenteerregeling. Dat komt omdat we grondruil met boeren hebben gedaan. Er komt een recreatiefunctie bij in de vorm van een beleefboerderij. En zo kunnen we het eiland nog veel mooier maken. Dit was mijn eerste vlog over de ontwikkelingen op het eiland van Schalkwijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoor het graag via het e-mailadres eilandvanschalkwijk@houten.nl. En nog even dit. In deze coronatijden is het lastig om bij elkaar te komen in grote groepen of een avond te organiseren. Maar ik bespreek graag met jullie je vragen. Dus nodig me uit en ik kom langs. En wil je meer weten of dit alles nog eens nalezen? Kijk op de website www.houten.nl/eilandvanschalkwijk. Tot de volgende keer.